Vandaag gaat Lou geopereerd worden. Het is altijd wel een hele spannende dag, zowel voor de kinderen als ook voor de ouders en de verzorgers. Dus we hebben ervoor gezorgd om de verkoeverkamer, waar kinderen vooraf de operatie komen, om te toveren in een onderwaterwereld. Waarbij we hopen dat angst wat minder aanwezig is en daarmee genoeg afleiding te kunnen bieden. Overal zie je verschillende soorten vissen, eigenlijk alle dieren die leven in de zee. Ze kunnen dat dus zien vanaf de zaal dat ze binnenkomen en de hele gang naar de operatiekamer toe. En dan ook nog de sluis van de operatiekamer, die is ook nog helemaal in onderwaterwereld omgetoverd. Als ze naar de operatiekamer toe gaan, komen ze in een gang waarin er eigenlijk met behulp van een UV-lamp ze visjes gaan zoeken, die je dus eigenlijk niet met het blote oog kan zien. En daarmee hopen we dat ze genoeg afgeleid gaan worden voordat ze bij de kinderoperatiekamer zijn aangekomen.